Ik ben Walter en ik sta hier op de jaarmarkt van Sint Pauls. En ik ga nu ondertussen enkele mensen aanspreken voor te zien hoe dat ze de jaarmarkt hier ervaren. Hier heb ik dan Linda, de voorzitter van ons feestcomité. Wat vindt u van de jaarmarkt, mevrouw? De jaarmarkt is hier een jaarlijkse traditie. We hebben veel paarden en straks mogen nog paardjes lopen en worden de prijzen uitgedeeld. Dus ik zou zeggen, kom nog maar af. Welke paarden vindt u het mooist? Trekpaarden, warmbloeden of... De boerenpaarden. De boerenpaarden. Ja. U bent een jaarlijkse bezoeker? Ja, ik kan alle jaren wel eens zien. Ja, prima. Ja. Frank, het is het eerste jaar dat u hier komt voor mee te helpen met de keuring. Uw eerste indruk? Dat is voor mij een klein beetje overdonderend. Zo. Het is een beetje zoeken hoe dat doet, maar gelukkig... hebben wij goed begeleiding van onze Walter. En we gaan proberen het beste van te maken. Hè. Dank u. Kijk eens, een enthousiaste man. En nu start hier ondertussen onze paardenkeuring. Hier hebben we enkele deelnemers. Hoort u hem? Ja, ja, ja. Betty, met welke soort paarden staat u hier? Wij zijn hier met warmbloedpaarden. En wij zijn stal van het Geensteinde. Ja. En uw man, tot welke categorie behoort die? Ah, warmbloed. Dat is een fokker. Uitzonderlijk ras. Hij is een fokker. Ja. Ik heb jou regelmatig tegengekomen op de jaarmarkt. Ja. Jullie doen er heel veel. Ja. Hoeveel per jaar? Of waarom staan jullie hier zoveel? Omdat we dat samen doen, dat is ons hobby. We doen dat heel graag en de paarden komen dan in de hand. Ja. En dan zijn die veel gemakkelijker in de omgang. Ja. Ja. En voor later dan ook even te springen en in te spannen en zo, voor zadel te maken. Ik ben terug Walter en ik sta hier met de jury. De jury die is nu heel ernstig aan het kijken. En als de keuring eventjes van het lopende paard voorbij is, ga ik hun eventjes een vraag stellen. Naar wat kijkt u zo altijd? Naar het type, de bewegingen, correctheid, het been. En lengte van de hals. Kijk eens. De rug. Dat alles normaal volgens type verloopt. Ja. En niet de correctheid van de draf. En, dat, en nu gaan we nog straks krijgen de paardenpunten. Wanneer is een paard voor u in orde? Als het type past in het plaatje van het stamboek. Ieder stamboek heeft zijn eigen standaard een beetje. Maar enorm, en dat komt wel bij elk stamboek verder voort... is de verhoudingen. En als dat allemaal een beetje klopt en de conditie is in orde, de beweging is goed, de beweging is correct, we zien bij manier van spreken geen vier benen lopen, dan is dat meestal het beste van de reeks. Met wie heb ik hier de heer en met de eer en met welke paarden staat je hier op de jaarmarkt van Sint Pauls? Ik ben Luc uit Beervelden en ik kom al jaar en dag naar Sint Pauls, naar de jaarmarkt, heel graag. En wij houden ons bezig met het Belgisch trekpaard. Ik hoor u zeggen dat u al vele jaren naar jaarmarkten komt. Wat vindt u belangrijk voor naar een jaarmarkt te komen? Wat is belangrijk? Kwaliteit. Iedereen komt, denkt hij, met zijn het beste paard naar de jaarmarkt. En dan is strijden tegen elkaar op. Eerste, tweede, derde plaats. Ja. Dat is het plezier eraan. En dan de gift eraan en een mooie dagprijs voor het paard. Ja. Dus als paardenliefhebbers, hier staan er verschillende op deze jaarmarkt. Kennen jullie elkaar zeker? Zeker en vast. Ja, dus is het een echte groep geworden? Ja, we zijn echt vrienden en collega's van elkaar. En zo moet het zijn. Ja. Voor en achter de jaarmarkt prijskamp, dat het samen een punt kunt drinken. Oké, ze worden al een beetje ongeduldig, denk ik. Zijn nog jonge paarden. Alleszins, kijk eens. Ik durf er zelfs wel aankomen. Zeg.
En kweekt u ook paarden? Ja, ja, ja. Ik wou zeggen dat dat is. Bij mij is van een hobby uitgegroeid naar een beroep. Dus ik ben begonnen met enkele merries te fokken en dat is uitgegroeid naar een 20-tal fokmerries. Daartegen heb ik een hengstenhouderij met verschillende hengsten die in de dekking staan. Ja. Plus de handel erbij. Dus dat is alles in één notendop, drie stuks. En we zijn elke dag bezig met de paarden, dus dat is eigenlijk ons beroep geworden. Oké. Okay. Ze worden zeer ongeduldig. Ik laat u gaan. Alleszins bedankt voor het interview. Mogen we jullie eens een vraagje stellen? Ja, ik kijk toch naar u, zullen? Ja, ja, ik kijk naar u. Jullie zijn hier met de oudere kindjes. Ja, daarnet de school Pieternel. Pieternel, en daarnet hebben we de kindjes geïnterviewd, maar die waren eigenlijk nog wat klein. Ja. Maar waarom komen jullie elk jaar? En wat doen jullie hierna? We zijn heel blij dat we nu, na corona, terug buiten mogen komen. En dat wij eigenlijk met onze kleuters terug naar de jaarmarkt kunnen komen. Ze vinden dat heel fijn. We gaan eerst de dieren kijken, de paardjes die hier lopen. Ja. En straks als apotheose mogen ze lekker op de molen zitten. Ja. Mag ik ook nog iets aan de kindjes vragen? Zeker. Welk paardje zie jij liefst? Een groot of een klein? Ik een grote. Geen grote. En moet het zwart of bruin zijn? Bruin. Bruin. En jij? Welke kleur van paard? Zwart. Zwart. En welke kleur van paard zie jij graag? Zwart. Ook zwart. Kijk eens. Iedereen heeft zijn mening. U bent hier ook op de jaarmarkt van Sint Pauwels. Wat schat u het belang in van een jaarmarkt? Ik vind dat eigenlijk nooit mag verdwijnen. Dus ik ben ras achter Sint Pauwelsnaar. En ik heb van kinds af aan hier veel paarden enzovoort gezien. Vroeger waren er ook koeien en zelfs varkens. Dat is dus allemaal verdwenen. Nu zijn er alleen nog paarden. Het is alleen spijtig dat er zo weinig belangstelling is. Dat is eigenlijk erfgoed dat nooit zou mogen verdwijnen. Maar ik vrees er een beetje voor. Ik zou die mening eigenlijk wel willen delen, maar ik vind het wel spijtig. Daarom kijk ik even naar onze vroegere schepen van cultuur. Wat zou een boost kunnen zijn voor die jaarmarkt? Goh, dat is natuurlijk in deze tijden zeer moeilijk. Maar er wordt uiteraard aan gewerkt. En we hebben een prachtig feestcomité hier in Sint Pauls en een prachtige schepen van feestelijkheden. Die er wel alle energieën zullen steken om dat te behouden. En om dat toch wel terug wel op de rails te krijgen. Maar het is uiteraard zeer moeilijk in deze tijden. Het is een algemeen fenomeen dat men overal ziet. Kermissen gaat er een beetje uit. Het is alle dagen kermis. Hè. Daarvoor doen we hier erfgoed. En dat is onze kersverse schepen van cultuur, als ik het goed voor heb. Ja. En u hoort hen net vertellen, het gaat ietsje zakken. Hebt u plannen voor dat te verbeteren? Wel, ik ben nu het eerste jaar gestart. Ik had hier de zware opdracht mijn collega's schepen op te volgen. En ik zie nu inderdaad dat er niet zo heel veel volk is. En dat is wel spijtig. En zoals de ereburgemeester ook zei, het is een traditie die zou moeten blijven. En wij zullen moeten zoeken naar... Ja, oplossingen om de mensen terug wat naar hier te krijgen. Maar hoe of wat, daar zijn we nog niet uit. Oké. Okay. En dan eigenlijk nog een laatste vraagje aan hier. De mensen die dat hier allemaal hier komen zetten, dat zijn allemaal mensen die werken aan de gemeente. Doen die dat nog graag? Ik denk het wel, ik vermoed het wel. Want ik heb dus jaren ook schepen van openbare werken geweest.
En we zijn altijd met onze collega's, we noemen dat collega's, die iets komen drinken en zo. En die zijn altijd nog zeer, zeer, meegaand in het verhaal. Hè, dat ze nog altijd mee willen alles organiseren bij ons samen dus. En die mensen hebben we zeker nodig. Een dikke chapeau voor de mensen die op elke jaarmarkt, dus het een en het ander komen doen. En dat wil ik overschakelen op morgen reeds, want morgen is hier een wielerwedstrijd. Ik ben altijd schepen van sport geweest. Een prachtige doening. En hier zijn al veel coureurs, hier is al veel volk, hier is altijd ambiance. Dus laten we zeggen dat we daar zeker voor zorgen dat de koers en de jaarmarkt, de beide dingen van de kermis en andere aangelegenheden zeker mogen blijven bestaan voor de toekomst. Ik ben terug Walter en ik ga interviewen Loïc Kogels. En wat komt u hier doen? Prijskaart voor de Barba strikpaarden. En de naam van het paard? Tine de Laplace. Tine de Laplace. Heel, een heel moeilijk. Hoe is die naam ontstaan? Weet je dat? De naam van het paard? Ja. Haar vader heet Tino en de fokstaal is de Laplace. Dus vandaar Tine de Laplace. Aha. Kijk eens, mensen. Weer al een... iets rijker geworden. En dan heb ik hier nog ook een deelnemster van St. Pauls, Sarah. Als ik het goed voor je... Ja, inderdaad. Ja. En hoe is uw passie voor paarden ontstaan? Sinds kind beginnen paardrijden. En dan via een veulen gevonden. Dat eigenlijk wel mijn beste vriendin geworden is ondertussen. En wat is de naam van die beste vriendin? Feliz Conviviente. Dat staat eigenlijk in Spaans als gelukspartner. Kijk eens. En hoe oud is uw paard? Het is nu 15 geworden. 15, is dat oud voor een paard? Maar ik heb er totaal geen noties van. Dat is al een mooie leeftijd. Mijn ander paard is 26 geworden. Ja. Die heeft hem nog goed, maar je begint dat toch te merken. Dus ik hoop dat ze nog jaren mag meegaan. En dan nog het volgende. Het ras van het paard of het soort paard. Waarom heb je voor dat soort gekozen? Ik ken het niet, hè, maar leef eens wat meer uitleg alsjeblieft. Ik heb een Belgisch warmbloed. Ik heb dat paard eigenlijk via, ik zeg het als veulen leren kennen. Ik was toen 16, dus ik heb niet specifiek gezocht naar een merrie. Ik heb heel toevallig een merrie. Maar het was eigenlijk de bedoeling om de sport mee in te gaan, maar afgekeurd op de voeten. Ja. Dus vandaar dat we eigenlijk voor de fun een beetje zijn beginnen rijden. En, want dat wil ons een beetje amuseren. Als ik nu terug naar Louis ga, ik wil eigenlijk dezelfde vraag stellen. Welk soort paard of welk ras hebt u? Het is een Brabant strikpaard en ik ben er gewoon op slag verliefd op geworden. Dus vandaar dat we daar ook dat raspaard aanhouden en ook mee fokken. Ja. En wie toiletiseert, zoals ze dat zo mooi noemen, het paard? Doet u dat zelf? Nee, dat is mijn vriendin Jana die dat doet. En die staat daar? Die staat bij het paard, ja. Mag er even naartoe gaan? Ja. Jana, ik heb hier gehoord dat u de paarden toiletteert. Hoeveel tijd zit u eraan bezig? Goh, dat is toch wel een beetje tijd. Als ze moet ingevlochten zijn, dan moet dat heel de manen en de staart allemaal. Dus daar krijgt toch wel wat tijd in 's morgens. Daar bent u een half uur of een uur mee bezig? Toch wel een half uur, makkelijk. Een half uur, oké. Okay.